Even een demootje. Je opent hem. Het logo van Shift. Vervolgens log je in. Heb jij een keer ingelogd, dan zal hij het altijd doen. In dit geval krijg je dan een... Kijk, wordt gefeliciteerd door mijn, door mijn vrouw. Gefeliciteerd. Wordt uitgelegd hoe het allemaal werkt. Nou, als je dat allemaal goed begrijpt, dan kom je binnen op de tijdlijn. Dit is een plek... Ja, ze willen je allemaal feliciteren. Ja, precies. Dit is een plek waar je eigenlijk met je... De soort kantine van het bedrijf. Waarin je alles met elkaar kan delen en liken. Ja. Dit is de smoelenboek. Een moment hoor. Gaan we nog even. Oké, je loopt hier dus door de timeline heen? Door de timeline, waar al je... Ja, eigenlijk de kantine van je bedrijf. Waar je kan liken of reageren. Ja. En hier zitten ook de advertenties in, ja. Ja, dit is het smoelenboek. Waarin je precies kan zien wie er allemaal is. En kan je ook besluiten om iemand gewoon... Een telefoontje of een bericht te sturen. Hier hebben we de berichtenservice. Dus je kan je elkaar onderling gewoon berichten sturen. Ik heb Marjan een berichtje gestuurd. En hier is soort WhatsApp. Het rooster. En dan kan je zien hoeveel uren in totaal geroosterd is. Hoe laat je moet werken. Wanneer je moet werken. En kan je ook ruilen. Dan ben ik even als shift manager. Maar zonder shift manager kan ik ook zien wanneer ik zelf ingeroosterd ben. En uiteindelijk als shift manager kan je ook... Niet alleen je beoordelingen doorgeven aan je personeel, wisselverzoeken beoordelen, je beschikbaarheid, standaard beschikbaarheid, profiel, eigenlijk alles wat daar aan de achterkant zit. Allemaal in één app. En alle problemen die ik nog moet oplossen, waar staan die? Die komen eigenlijk binnen. De problemen die je hebt is bijna altijd de wisselverzoeken en de beoordelingen. Die komen hier binnen. En nou, ik heb nu geen wisselverzoeken, maar dan zie ik dus wie met wie moet wisselen en die kan ik dan wel of niet goedkeuren. Oké. Dit was de demo. Nou, het ziet er aardig uit. Allemaal aan het werk. Gaan proberen.